Goedemiddag allemaal, het is net middag. Ja. En welkom bij onze schematherapie webinar. Mijn naam is Sarafina Tjolanski en ik ben interventieontwikkelaar bij MyDistrict. En naast mij zit Marion. Zou je dat even willen voorstellen? Ja, Marion Bakman. Ik ben GZ-psycholoog en psychotherapeut en senior schematherapeut. En ik werk bij de GGZ Noord-Holland Noord en ook in de eigen praktijk. En Marion is een van de hulpverleners die in ons schematherapie ontwikkelgroep zaten. Dus zij zit hier vandaag om mij aan te vullen, vooral op het gebied van hoe het als hulpverlener was in deze ontwikkelproces. En de kennis van schematherapie op die manier toelichten. En ik zit er dus bij vanuit het interventieontwikkelinghoek. Om nog even een kort het kader te schetsen over wie MyDistrict is en wat wij doen. MyDistrict biedt een online platform aan die de persoonlijke route naar herstel ondersteunt. En dat doen wij op veel verschillende manieren. En één voorbeeld is online modules. Nou gaan we vandaag een van die online modules bekijken. En daarin zul je zien dat bestaat uit een reeks sessies die je naast je face-to-face behandeling kunt inzetten. En die je ook als hulpverlener op maat kunt maken voor de cliënt. Dus dat geeft een beetje kort weer over wat wij doen. Maar voor vandaag willen we ons vooral richten op de module die we net af hebben gemaakt. Ja. Even kijken, dan moet ik nu... Klik wat aan. Ja, ik klik even wat aan. Er zijn nog even een paar kleine praktische punten. We willen ontzettend graag jullie feedback en jullie vragen horen tussendoor. Daarvoor kun je gebruik maken van het commenthoekje op YouTube. Daarvoor heb je wel een YouTube-account nodig. Als dat niet mogelijk is, dan kun je je vragen sturen naar info@minddistrict.nl. En dat proberen wij zo goed mogelijk in de gaten te houden. Mochten we vandaag niet aan alle vragen toekomen, dan sturen we eind deze week, begin volgende week een antwoord. Ook mocht er iets misgaan, dus ik ga af en toe op iets klikken en zo. Mocht ik iets verkeerd doen, mocht er iets misgaan met het klikken, laat ons dat ook vooral weten. En dan gaan we dat oplossen. Maar voor nu, waar gaan we het over hebben? Ik heb een paar dingen voor vandaag opgezet en we willen het hebben over het ontwikkelproces. Dus hoe komen we aan deze online module? We gaan het hebben over voor wie de module bedoeld is. De doelen van de cliënt die we hebben opgesteld samen met ervaringsdeskundigen. Het opzetten van de module, dus ook echt even een kijkje nemen in de online sessies. De dagboeken die we hebben ontwikkeld bij deze module. En over implementatie, waarbij vooral Marion ook zal vertellen over wat jij van plan bent met de module en hoe het voor jou was. Dus ik denk dat ik er dan maar gelijk in ga duiken. Met de eerste gaat beginnen? Ja, dan gaan we naar intervention mapping. Wat is intervention mapping? Dat is weer zo'n mooie Engels taalwoord. Intervention mapping is eigenlijk gewoon een manier om interventies te ontwikkelen. Dus het is gewoon een raamwerk waardoor je erachter kunt komen wat moet je nou online zetten. En bij MyDistrict werken we met ons eigen vorm van intervention mapping. Waarbij literatuuronderzoek en de input van experts, vaak hulpverleners en cliënten, eigenlijk de basis vormen voor elk module. Dus echt ontzettend belangrijk vinden we dat. En dat was ook bij deze module het geval. We begonnen in een analysefase waarin we, nadat ik uitvoerig literatuuronderzoek had gedaan, ook veel met... En dat was veel voor je begrepen? Dat was veel, maar wel heel interessant en heel leuk. Maar ook veel dus inderdaad met hulpverleners zoals Marion erover gepraat. We zijn ook als ontwikkelgroep samengekomen en met ervaringsdeskundigen. We hadden in het eerste ontwikkelgroep één ervaringsdeskundige die mee las en aan het einde nog een paar. Oh, excuses. Dit 12 uur. Het is 12 uur. Ik doe even een deur dicht, dat scheelt misschien wat voor. De analysefase. Mochten jullie niet horen door de bellen heen, laat dat gerust weten. Maar ik blijf anders toch nog even doorpraten. Tijdens de analysefase doen we eigenlijk vooral een behoefteanalyse. Waarin we proberen na te gaan, wat zijn nou de problemen waar de cliënt tegenaan loopt? Wat zijn zijn behoeften? En ook, zodat je echt weet vanuit welk, voor wie je aan het schrijven bent. En onze behoefteanalyse vindt ook plaats vanuit het perspectief van de hulpverlener, vanuit de literatuur en van de cliënt. En aan de hand daarvan, daar komen altijd doelen uit. We hebben ook in deze module een aantal doelen opgesteld. En die zal ik dadelijk ook wat dieper op ingaan. Als de doelen eenmaal zijn opgesteld, dan kunnen we beginnen met het concept. En dat is eigenlijk het raamwerk van de sessies. Wat gaan we nou online doen en hoe gaan we dat doen? De productiefase, waarin ik ook echt aan de slag ga met het schrijven van de sessies
We hebben ook heel veel multimedia geproduceerd in deze ontwikkeling. Erg belangrijk. Ja, ja dat fijn om te horen dat jij daar ook inderdaad positief over was. Maar ook daar zullen we straks wat meer over vertellen. Tijdens de productiefase was ik eigenlijk ook continu in contact met jou en met alle andere hulpverleners die met deze ontwikkeling meededen. Er waren hulpverleners van naast GGZ Noord-Holland Noord, dus GGZ Oost-Brabant, GGZ Delftland en ook Lentes. Eigenlijk continu feedback aan het geven en mijn mailtjes aan het beantwoorden en in meetings en met elkaar in discussie erover. Dat was erg waardevol. En ik begreep ook van jou dat dit ook wel een andere module is dan jullie tot nu toe hebben gemaakt. Ja. Dat is wel vrij complex. Ja, voor mij in ieder geval denk ik was het meest complexe module. Ja. En ik denk ook wat mooi is, want ik ben nu dan een beetje het intervention mapping proces aan het uitmappen. Maar we hadden natuurlijk al een interventie klaar liggen. We wisten al, we willen met chemotherapie gaan werken. Dus hoe kan je dan intervention mapping daarop toepassen? Dat was dus heel goed mogelijk. Omdat je toch heel erg moet nadenken van hoe kan ik het online brengen. En op een manier dat zeg maar, de hulpverlener, dat jullie erachter staan. Ja. En ook dat het echt aan de behoeften van de cliënt voldoet. Dus die productiefase was uitdagend, maar ging uiteindelijk heel erg goed. Ja. Ja. En nu zitten we in de implementatiefase. Dus de module is net live. Je hebt er gisteravond nog even een kijkje genomen, hoorde ik. Ja. En hij kan nu gebruikt worden. Dus wij willen heel graag die implementatie zo goed mogelijk starten. En een van de manieren is dus ook door deze webinar, om toch mensen die geïnteresseerd zijn een kijkje te geven in de module. Ja. Na de zomer willen wij de module ook gaan evalueren. Dat is ook een onderdeel van intervention mapping, waarin je toch continu blijft doorontwikkelen. Dus dat de module zoals die nu staat, zijn we ontzettend trots op, is heel sterk. En toch willen we dat proces blijven doorgaan om de module elke keer weer sterker te maken. Dat is heel erg belangrijk. Het is heel complex allemaal. Dus precies. Ja, en chemotherapie ontwikkelt zich, blijft zich ook ontwikkelen. Het is ook een hele dynamische therapie. Dus die evaluatiefase vindt ergens na de zomer plaats. En ook daarvan nodigen we eigenlijk iedereen die gebruik gaat maken van de module uit om input te geven. Hoe dat precies gebeurt, dat ben ik nog aan het opstellen. En zal ik ook met ons ontwikkelgroep overleggen. Ook cliënten? Ja, zeker. Zeker. Dus ik wil graag een vragenlijst voor in ieder geval ook voor cliënten. Dan zal ik hem kort proberen te houden. Maar ook voor hulpverleners, van hoe wordt het ingezet. En, dus daarover binnenkort meer. Ja. Hoe vond jij het om aan zo'n Mind District ontwikkelproces in die trein meegenomen te worden? Ja, dat was de eerste keer. En ik dacht eerst van, jee, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik denk dat het ook wel een beetje type buiten eigen is. Of in ieder geval een beetje van deze tijd. Maar ik vond het heel waardevol. Omdat ik het vooral ook leuk vond om met verschillende collega's. En we doen het toch eigenlijk altijd een beetje anders. Om toch tot iets te komen. Waarvan we eigenlijk allemaal zeggen van, ja, en hier kunnen we wat mee. Ja. Dus ik vond het wel heel bijzonder om hier. Ja, fijn om te horen. Nee, er waren ook soms best wel wat discussies ook, omdat mensen toch net een beetje anders inzetten. En het was voor mij heel leerzaam om gewoon af en toe achterover te leunen en te luisteren naar hoe jullie samen zeg maar tot een heel mooi antwoord op de vraag of compromis kwamen. En ik wil je ook een compliment geven, want ik vind voor iemand die er echt helemaal niet bekend mee was, dat je toch heel snel het wel heel erg eigen hebt gemaakt. Ja, dat is wel heel veel. Ja. Dat is fijn om te horen, dankjewel. Om dan door te gaan naar voor wie is de module bedoeld. Wij hebben deze module ontwikkeld voor cliënten bij wie er sprake is van hardnekkige patronen. En daarmee bedoelen we persoonlijkheidsproblematiek en persoonlijkheidsstoornissen. We hebben hem vooral ontwikkeld voor de specialistische GGZ. En ook het meeste onderzoek wat nu gedaan is naar chemotherapie is ook gericht op borderline persoonlijkheidsstoornissen en een aantal andere persoonlijkheidsstoornissen. MSTC ook wel. Ja. Dus daar is de module echt voor ontwikkeld, met die in gedachten. Vanuit het ontwikkelgroep raden we dus ook aan dat de module wordt ingezet nadat eventuele comorbide als één problematiek is behandeld. En ook is echt het advies dat de module alleen wordt ingezet door hulpverleners die als gekwalificeerd en erkend chemotherapeut werken of die onder supervisie staan. Ja, en daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Dat vinden we eigenlijk allemaal heel erg belangrijk. Ja. Vooral omdat het zo ontzettend complex is, dat mensen niet denken van oké, er is een module. Dus elke therapeut kan het gebruiken en het is klaar. Maar dat is echt niet zo. Nee. En er is geen geheime code om hem te mogen klaarzetten. Maar het is wel zo dat er vanuit de ontwikkelgroep ook heel duidelijk is van er is gewoon een basisniveau van kennis nodig om deze module goed te kunnen inzetten voor de cliënt. Dus dat advies geven we wel heel sterk heen. Ja, vooral ook omdat het ondersteunend is. Ja. Dus niet in plaats van. Ja, inderdaad. Dat is nog ook iets wat we wilden aanstippen.
Schematherapie is een hele complexe therapie en deze module is denk ik echt kan een verrijking ervan zijn. Maar wel naast een face-to-face behandeling van individuele of groepsessies. Ja. En of groepsessies. Ja. Dat brengt ons op de doelen van de cliënt. Dit zijn dus doelen die uit de behoefteanalyse zijn gekomen. Dus uit het literatuuronderzoek, uit de gesprekken met hulpverleners en onze meetings. En ook uit interviews met ervaringsdeskundigen. En daar kwamen de volgende doelen uit voort. Die zal ik kort langsgaan. Bewustwording en herkenning van schema's en modi die je in de weg zitten. Beginnend inzicht in de ontwikkeling van je schema's en modi en je ervaren tekortkomingen binnen de emotionele basisbehoeften. De eigen situatie, klachten, krachten en copingstijlen in kaart brengen. Eerst de verbanden leggen tussen oorzakelijke factoren en de schema's en de modi die daaruit voortkomen en ook de klachten die daaruit voortkomen. Beginnende bewustwording en herkenning van de triggers die je schema's en modi activeren. En tot slot kennis opdoen over experientiële, cognitieve en gedragsmatige technieken. En ook een meer open houding ontwikkelen ten opzichte van de behandelingen met die technieken. Ja. En dat brengt ons dus op de sessies. Ja. Want we hadden een hele mooie lijst met doelen. Ook best wel heel veel doelen voor een online module. En toen begon het ontwikkeling van de sessies. En daarvoor wil ik eigenlijk nu overschakelen naar... dat is de volgende slide dan. Even kijken. Dat gaat iets langzamer dan ik dacht. Even kijken. Overschakelen naar... Ja, het online platform. En daarvoor ga ik heel eventjes onze camera uitdoen, want anders dan zien jullie de sessies niet goed. Mocht er nu iets misgaan, laat het me alsjeblieft weten. Ja, we zitten nu in het online platform. Ik heb even de sessies in verschillende sessies gezet. En we hebben dus in totaal 10 sessies en 2 dagboeken. Ik wil alle sessies kort aanstippen. Marion zal mij daarin ook aanvullen. We gaan een aantal van de sessies echt bekijken. We zitten nu in de welkomstsessie. En ik denk dat het belangrijkste van onze welkomstsessie is toch wel de animatie die we hebben ontwikkeld. Dan zie je hem hier staan. Ik ga hem even aanzetten. Ja, onze poppetjes. Schematherapie is gewoon een vrij complexe therapievorm. En er komen veel lastige begrippen en lastige concepten in naar voren. En wij wilden de cliënt op een prettige, maar ook vooral een hele heldere manier verwelkomen in de module. En zo kwamen we al snel op het idee voor een animatie. De vraag, wat is schematherapie precies, wordt hierin beantwoord. Op een hopelijk begrijpelijke wijze. Dus... En ook het ontstaan daarvan, hè? Dat is al heel jong het ontstaan. Precies, leerervaringen. Ja, klopt. Dus we leggen eigenlijk schema's, modi en emotionele basisbehoeften uit. En wat goed is om hier aan te stippen is dat we er bewust voor hebben gekozen om niet schema's en modi expliciet te noemen in de animatie. In een eerdere versie van het script hadden we dat wel. En toen lieten we deze zien aan een paar leken en ook aan cliënt die aan het begin van haar schematherapiebehandeling stond en nog eigenlijk helemaal niks wist. En het was te veel informatie. Ja, het is ook veel. Ja, een animatie mag gemiddeld zeg maar 2,5 minuut duren. En om dat allemaal bij elkaar te proppen, dat lukte niet. Dus toen hebben we toch besloten om een script te herschrijven en het meer te hebben over de hardnekkige patronen van schema's en modi die daar achter zitten. Dus dat is even een klein kijkje in onze animatie. Iets anders wat ik ontzettend sterk vind aan deze module zijn de filmpjes. We hebben filmpjes van 2 hulpverleners, van Dagmar en Joris. En zij vertellen geen wat psycho-educatie in sommige sessies. We hebben hiervoor bewust gekozen voor een man en een vrouw. En daarover kon jij misschien iets meer toelichten? Ja, nou dat is ook wel mooi, want wij vragen ook altijd heel specifiek van goh, hè, wil je liever een mannelijk of een vrouwelijk behandelaar? Niet dat we daar zo heel veel keuze in hebben. Ja. Maar soms willen mensen echt specifiek een man of een vrouw. En in deze module kunnen ze die keuze ook maken. Want ik begreep dat ze ongeveer dezelfde tekst vertellen. Klopt. Ja. Maar het is dan of door een vrouw of door een man verteld. Ja, klopt. Ja. Dus dat is een mooie aanvulling op die manier. Ja, en ik denk ook wat bij mij heel erg naar voren sprong in het lezen over schematherapie is hoe belangrijk die therapeutische relatie is en hoe een therapeut toch de authentieke zelf neerzet op een andere manier dan in sommige andere therapieën waarin het toch meer een expert is die er zit. Ja. Dus we vonden het ook belangrijk dat de cliënt kon kiezen om een klik ook te hebben met de online hulpverlener. Ja, dan denk ik wel dat de klik met de daadwerkelijke therapeut... Des te belangrijker. Zeker. Ja. Zeker. En daarnaast hebben we dus ook 3 ervaringsdeskundigen die filmpjes hebben opgenomen.
En daar ben ik zelf ontzettend enthousiast over. Het was heel mooi om hun verhalen te horen. Mm. We hadden ook ontzettend geluk met deze drie mensen. Ja, ze konden heel mooi vertellen en heel open hun verhaal delen. Dus we hopen erg dat dit, weten eigenlijk al zeker dat dit cliënten zal helpen wat betreft erkenning en herkenning. Want ik ben niet alleen en En dan denk ik vooral ook bij individuele schematherapie. Want in groepstherapie horen ze natuurlijk sowieso van de anderen. Ja. Dat is wel veel herkenning. Ja. Maar voor individuele is dat een mooie aanvulling. Fijn, ja. Ja. Goed. Dan ga ik nu door naar de tweede sessie. Dat is een sessie die heet Wat is een schema? Nou, dan kunnen jullie de inhoud misschien al een klein beetje raden. In deze sessie wordt de psycho-educatie gegeven over schema's. En ik zal deze sessie even samen nemen met sessie 3, die heet Wat is een modus? We hebben ervoor gekozen om twee aparte sessies daarvoor te doen. Ja. Omdat er, wat ik van ons ontwikkelgroep begreep, sommige mensen hebben alleen schema's, sommige alleen modi. Of beide. Ja. Dus het is mogelijk in deze module om als hulpverlener bijvoorbeeld de schema-sessie eruit te verwijderen of de modi-sessie eruit te verwijderen. Of de schema-sessie pas later toe te voegen. En om die reden zijn ze gesplitst. En de doelen van deze sessies is bewustwording van de schema's en modi die in de weg zitten. Als ik dan even een paar pagina's doorklik, dan kom je aan bij deze pagina. Ja. Hierbij wil ik noemen dat we er heel expliciet voor hebben gekozen als ontwikkelgroep om niet de ISQ en de SMI in onze module te verwerken. En dat komt eigenlijk omdat we merken dat bij verschillende instellingen de module op hele verschillende manieren wordt ingezet. Of de vragenlijsten worden afgenomen. Ja. En ook op andere momenten in het dossier worden toegevoegd en dat soort dingen. En op andere manieren. Dus er werd voor gekozen dat deze module eigenlijk pas, deze sessie pas wordt ingezet als de cliënt al de vragenlijst heeft ingevuld. En ook al met de hulpverlener soort van... Dat heeft voorbesproken. Ja, dus, ja. Dus dat je als cliënt dan dus al weet van oké, deze bijvoorbeeld drie schema's zijn voor mij het belangrijkst. En daar wil ik meer informatie over. Ja, en daar wil ik meer informatie over. Maar daar wil ik iets over toevoegen, want ik vind dat heel mooi. Want stel dat het wel alles wat relatief hoog scoort hier ook meteen automatisch aangevinkt wordt. Dan heb je bij sommige cliënten dat echt alles blauw is. En dan wordt het ook weer veel te veel. Ja. En wat wij doen... ook in de GGZ is dat we ook met de cliënt kijken van goh, zoek er dus drie uit, drie of vier, waar je nu de meeste last van hebt, of waar je echt mee aan de slag wilt. En die kunnen ze dan aanvinken en daar zich verder in verdiepen. Ja. Of al stel dat je een bepaalde serie behandelsessies hebt gehad en je wilt wederom kijken hoe is het nu. Dat is opnieuw, als er, stel dat er een verschuiving in zit en dat ze zich gaan werken aan andere schema's, dat ze die opnieuw gaan invullen. Ja. Dus als we opnieuw dan de module erbij pakken en dat opnieuw gaan invullen. Dus dat is wel de meerwaarde van dat achteraf en zelf aanvinken. Ja, oh mooi. Ja, dat is wel inderdaad ook nog een reden daarvoor. Ja, dus als de cliënt hier het eenmaal heeft aangevinkt, dan kunnen ze door naar de volgende pagina waar ze meer informatie erover kunnen lezen. Dan staat er wat psycho-educatie, een voorbeeldcliënt en ook de mogelijkheid om zelf eventjes wat over hoe zij het zelf ervaren te schrijven. En onderaan deze pagina zie je ook weer onze ervaringsdeskundigen die iets vertellen over hun schema's. Dan sla ik voor nu even de modussessie over. Want die is bijna gelijk, hè? Erg vergelijkbaar, maar inderdaad gericht op modi. En dan gaan we door naar sessie 4. En sessie 4 gaat over de ontwikkeling van schema's en modi, of van hardnekkige patronen. Met als doel beginnend inzicht in de ontwikkeling van schema's en modi en je ervaren tekortkomingen binnen de basisbehoeften. Dus er wordt wat informatie gegeven over hoe patronen ontstaan, ook hoe patronen hardnekkig worden. En iets meer informatie over de emotionele basisbehoeften. Ja, dat wou ik net zeggen, dat wou ik net toevoegen. Dat vind ik mooi dat het ook in heel veel sessies steeds terugkomt. Ja. Dat mensen elke keer weer terugkijken van, goh, wat was dat ook alweer? Ja, want dat merkten we ook omdat de sessies zeg maar compleet los van elkaar kunnen worden ingezet. Is het toch wel belangrijk dat cliënten die bijvoorbeeld nooit deze sessie hebben, wel ook de mogelijkheid hebben om in andere sessies. Maar volgens mij gaf jij dat ook tijdens de ontwikkeling terug. Zelfs als je die sessie al hebt gehad, is het nog toch fijn om eventjes te kijken, wat is het nou? Ja. En zo maak je het je langzaam maar zeker ook eigen. In deze sessie staan drie oefeningen. Ik heb ze voor nu eventjes alvast ingevuld voor ons. Een levensverhaaloefening. Er is ook een leefregelsoefening. Kunnen ze aanvinken ook, hè? Ja, kunnen ze dus eerst je aanvinken. Daar hadden we het ook al over. Je moet echt voorbeelden geven. Om mensen ook een beetje op het spoor te brengen. Hè? Precies, van, wat zijn dat dan? Hè? Waar, wat is dat dan? Ja, en als de cliënt dus zeg maar wel zelf al het op een rij kan zetten, dan is dat ook hier de mogelijkheid toe.
En een oefening waarin ze de emotionele basisbehoeften iets meer uitdiepen en daarover nadenken. Dat zijn ontzettend veel oefeningen voor in één sessie en ook best wel grote oefeningen. En daarom ben ik altijd heel erg blij met onze tussentijds opslaan knop. De cliënt kan dat gewoon eventjes tussentijds opslaan en het een dag later of een paar uur later verder invullen. Maar ik denk wat ook belangrijk hier is om te noemen is dat het echt optionele oefeningen zijn. Dus als de cliënt het nog niet online wil of kan invullen, dan kan hij gewoon door naar de volgende sessie. En ja, ik denk dat dat wel, wel een mogelijkheid is om er een beetje naar te kijken. Maar als hulpverlener, als je ook inschat van, nou, ik wil nog niet dat de cliënt dat alleen doet, of ik wil dat samen in een face-to-face sessie juist naar die sessie kijken, dat zijn allemaal opties. Sessie 5 ga ik even niet laten zien vanwege de tijd, maar die heeft als doel kennis opdoen over de copingstijlen die worden ingezet om met emotionele leed om te gaan. Ja, ook een hele belangrijke sessie. Een hele belangrijke sessie. We zullen er zo wel eventjes een klein stukje van kunnen zien in een andere sessie, want daar komt een vraag terug. Maar als we nu hierop doorgaan drukken, dan gaan we naar de volgende sessie. En dit is onze product feedback meting. Dat heeft niks met schematherapie te maken, maar als jouw instelling dat heeft aanstaan, dan kunnen we dus even wat meer inzicht krijgen in wat de cliënten nou van de sessies vinden. Dus het is per stelling of per instelling verschillend? Je mag er zelf voor kiezen of je het wil aanzetten, ja of nee. Okay. Dus ik hoop dat heel veel mensen hem wel willen aanzetten. Wat is voor jullie waardevol? Ja, nou ja, we willen gewoon dus sterkere interventies maken. En als wij geen inzicht hebben in wat de cliënten nou echt van vindt, dan is dat heel lastig. Dus ik ben zelf heel blij met dat functie, maar ja, iedereen mag zelf beslissen of ze dat aan willen. En de cliënt mag uiteraard ook zelf beslissen of hij of zij antwoord wil geven. Ja. Dat wordt ook gewoon netjes gevraagd. Je kunt het gevraagd. Ook gewoon niet invullen. Je mag het zeker niet, als je zeg maar aangeeft ik wil niet meedoen, niet dan, krijg je niet, dan krijg je niet die pop-ups meer. Dus dat is zeker niet dingen. Nee. Maar we zijn nu bij de casusconceptualisatie sessie. Een hele belangrijke ook. En dan ben ik heel blij met dit stukje. Fijn. Ja, het doel van deze sessie is dat de cliënt begint met verbanden leggen tussen oorzakelijke factoren, zijn schema's en modi en de klachten. En we hebben hier wat filmpjes waarin hulpverleners uitleggen wat is dat nou. We hebben ook filmpjes waarin de ervaringsdeskundigen vertellen hoe het voor hen was om een casusconceptualisatie te doen. En vervolgens gaat de cliënt ook zelf aan de slag ermee. Hier kun je dus als cliënt kiezen of je schema's en of modi wil aanvinken. Dus als je alleen modi hebt gedaan, dan klik je die aan. En dan worden er ook alleen daarover vragen gesteld en input gegeven. Mocht je het niet weten, dan komt er hier zo'n leuke rode ding om je toch wel even aan te gaan om je hulpverlener te meten. Ja. Want dan is er iets misgegaan. Ja. En dan zal ik even snel kort de pagina's doorgaan. Eerst brengt de cliënt de huidige situatie in kaart. Vervolgens komen ze op een pagina waarin de schema's en of modi staan. Die eerder aangevinkt waren. Ja, hè? Dus mocht je sessie 2 en 3 hebben ingezet, dan staan deze dus al inderdaad netjes aangevinkt. Dat is mooi. En nu was dat even niet het geval. En als ze hierop klikken, kunnen ze ook toch wel heel even teruglezen over wat dat nou precies was. Ja. De volgende sessie is ook weer inderdaad, komt hopelijk iedereen bekend voor de sessie die we net ook hebben gezien, waarin het over de ontwikkeling van patronen staat. Dus als de cliënt deze sessie heeft gedaan en ingevuld, dan komen de antwoorden hier terug. Ook in die casusconceptualisatie. Precies, ja. En dan staat dat hier dus, ja, als je hier nog eventjes iets over je broer wilt zeggen, dan kun je dat doen en aanvullen. Dus naast dat het terugkomt, kun je het ook aanvullen. En dat is ook de leefregelsoefeningen en de basisbehoefteoefeningen. En nogmaals, er staat weer gelukkig tussentijds opslaan voor als de cliënt even een pauze wil nemen. De copingstijlen sessie die we net oversloegen. Ja, die komt hier ook. Die komt hier ook terug. En mocht de cliënt het dus hebben ingevuld, dan krijgen ze het hier terug. En anders kunnen ze het hier voor het eerst doen. En dat brengt ons ook op deze pagina. Wat heeft je geholpen? Dit is een pagina waar ik zelf heel erg blij mee ben. Want dit was echt een idee van de ervaringsdeskundige. We hadden de eerste versie van de sessie opgeleverd. En zij gaf aan van, nou, ik vind het een mooie sessie, hij is prima. Maar ik vind het jammer dat het alleen maar over het negatieve gaat. Ja, over klachten. Ja, alleen maar over wat misging. Want dit komt ook in die casusconceptualisatie, toch? Ja. Die veerkracht, laat maar zeggen. Ja, precies. Ja. Dus ja, dat is de volgende pagina. En zij gaf aan van, ja, ik heb ook hele positieve herinneringen aan mijn jeugd. En ik heb ook krachten en ik wil dat die ook terugkomen in mijn casusconceptualisatie. Dus daar waren we het als ontwikkelgroep meteen allemaal mee eens. En dat we ook dachten van, ja, daar hadden we eerder aan kunnen denken misschien. Maar daarom is het ook echt onmisbaar om cliënten in de ontwikkelgroep te hebben. Dus daar hebben we deze pagina voor gemaakt. Ook weer met hele inspirerende filmpjes waarin de ervaringsdeskundigen vertellen over hun sterke kanten, hun positieve herinneringen. En wat erg mooi is dat het ook denk ik heel motiverend is. Want eigenlijk zeggen ze allemaal
ja, ik vind het hartstikke lastig om het over mijn sterke kanten te hebben. Ja. Maar toch lukt het ze, zeg maar. Ja, het is dus, het best wel. En dat brengt ons op de pagina waar jij zo blij mee bent. Mm-hmm. Het overzichtspagina. Ja. Er is nu nog veel niet ingevuld, omdat we niet alles hebben ingevuld. Maar je hebt hier een groot overzicht over wat de cliënt allemaal heeft ingevuld. Ja, en mensen kunnen daarna nog weer terug om dingen te veranderen. Ja, ja, dus als ze denken van, hey, wacht even, ik heb nog een sterke kant gemist, dan klikken ze gewoon op vorige en zijn ze weer hier. Ja. Nou, wat ik wel wil toevoegen is, wat mijn of onze ervaring is dat het toch best wel lastig is, vooral ook in een groep, om bij iedereen tijdig die casusconceptualisatie klaar te hebben. En ik denk dat dit een hele goede aanvulling is. Ja. Dat mensen het voor een stukje thuis kunnen doen, het is overzichtelijk, het vult zichzelf. En vooral ook omdat je, tenminste dat heb ik een keer geprobeerd en dat lukte me, toen in de proeffase, dat je een stuk kunt selecteren en dat je kunt kopiëren en het in het EPD kunt houden. Ja, ja, want dus dat is ook fijn. Dat is dus stiekem iets wat we vanuit MyDistrict zeg maar in het platform zelf niet mogelijk is. Ook omdat die sessies zo dynamisch zijn, zeg maar, dat we dus zeggen van ja, dat hoef je niet uit te printen. Maar ik hoor inderdaad juist bij dit soort pagina's dat er heel erg behoefte aan is. Ja. Zowel als hulpverlener als cliënt. Sommige cliënten willen het ook gewoon graag. Het is toch gewoon belangrijke informatie voor hun dossier. Precies, dus dan anders zou je het allemaal nog een keer moeten doen en overtypen. Ja. Dus fijn dat jij daar ook al ervaring mee hebt dat gewoon werkt en lukt. Je kan het ook vanuit de browser printen als je wilt, maar jij zegt inderdaad, je kan het ook gewoon selecteren. Dat is me gelukt, dus ik neem aan dat het nog steeds kan. Ja. Ja, en dan heb je alles toch wel mooi op een rij. Ik heb hier ondertussen ook wat vragen. Even kijken. Ik ga één vraag bewaren voor een later moment, want die komt heel mooi bij een andere sessie die we zo gaan doen. Maar Marlou vraagt, is er ook nagedacht om in taalgebruik minder gebruik te maken van het taalgebruik uit de behandeling? Dus in termen en in jargon. Nou, dat je kijkt mij aan. Ja, ik kijk jou aan. Ja. Ik kan hem zelf ook beantwoorden, maar ik ben benieuwd wat jij vindt. Ja. Nou, ik denk dat vooral ook uit de reacties van de ervaringsdeskundigen. En in die filmpjes is er eigenlijk in doodgewone termen gesproken. Want dat klopt ook, dat mensen vooral in die beginfase enorm wennen aan al die termen die we gebruiken. Het is ook heel veel. Ja. Maar mijn ervaring is dat het in die filmpjes, in ieder geval door die acteurs en door de hulpverleners, dat die dat heel goed gebruiken. Ja, het acteur is het filmpje, die zal ik zo even laten zien, niet de ervaringsdeskundige. Ja, ik denk, wij hebben er wel over nagedacht. Ik denk, bij MyDistrict zijn we eigenlijk een soort van anti-jargon. Dus toen ik bij schematherapie aankwam, dacht ik wel van, hoe ga ik dit doen? Omdat we eigenlijk gewoon jargon er zoveel mogelijk uit proberen te werken. Maar ik denk dat schematherapie één van de uitzonderingen is waarbij jargon eigenlijk ook een kracht is. Dat een cliënt zeg maar, het is maar wat je daar jargon noemt, maar bijvoorbeeld alle namen van de schema's en modi. Een cliënt, die heten zo. En die hebben hele herkenbare namen. Ja, maar ik denk dat het vooral ook lastig is in het begin als je het hebt over primaire schema's en secundaire schema's. Ja, dus dat is iets wat je wel later kunt invoegen, maar niet ook meteen. Maar daar wordt ook helemaal niet over gesproken. Nee, precies. Nee. Daar waar we konden, hebben we dus heel erg geprobeerd om het op een cliëntgerichte manier neer te zetten. Dus zoveel mogelijk het jargon te vermijden. En bij dingen zoals emotionele basisbehoeften, wat natuurlijk een vrij ingewikkeld term is. En ook de bepaalde titels van de modi en de schema's. Daarbij kozen we er wel voor om dicht bij schematherapie te blijven. Omdat de cliënt het zich echt toch wel eigen moet maken gedurende de behandeling. Ja, want wat ik ook vaak terugkrijg, is dat het zo verwarrend is dat er bijvoorbeeld in het boekje patronen doorbreken, weer andere termen worden gebruikt dan in de ISQ of zo. En dan wordt het heel verwarrend. Ja, want wij hebben bij deze ook echt bewust gekozen om het bij de ISQ en de SMI namen te houden. Ja. En af en toe hebben we in de tekst wel, zeker als er vanuit de ervaringsdeskundige of de ontwikkelgroep leek van maar zo noem ik het helemaal niet. Nee. Dat we bijvoorbeeld in de tekst even neerzetten van dit wordt ook wel de ... genoemd. Ja. Ja. Maar laten we nu weer even teruggaan naar onze casusconceptualisatiesessie. De laatste pagina is eentje waarin de cliënt nog eventjes wat kan opschrijven over misschien verbanden leggen of iets anders kwijt kan. Dan gaan we nu door naar de zevende sessie en die heet die gaat over triggers. Wanneer worden je hardnekkige patronen actief? Ja, dan gaan we helemaal hier en nu, hè? Ja. En het doel hierbij was dat cliënten beginnend inzicht ontwikkelen in de verbanden tussen gebeurtenissen in het heden. En ook eigenlijk toch wel een beetje waar die vandaan komen in het verleden. Ja. In deze sessie begint eigenlijk met psycho-educatie over wat is een trigger eigenlijk. En vervolgens gaat de cliënt voor het eerst aan de slag met het dagboek invullen.
En daarvoor hebben we ervoor gekozen om de dagboekvragen voor één keer in de sessie te verwerken. Mm-hmm. Dus we kunnen hier een voorbeeldcliënt die de dagboek heeft ingevuld zien. En dan zelf aan de slag met dezelfde vragen die in het dagboek zitten. Zodat je ook als hulpverlener voor de eerste keer kunt meekijken in de sessie en er feedback op kunt geven. Deze vragen zijn erg vergelijkbaar met het 5G-schema. De cliënt staat ook stil bij zijn of haar gevoel, waar dat hem of haar aan doet denken. Ook uit een gebeurtenis uit het verleden mogelijk. Welke schema's en modi op dat moment actief waren. En ook waar hij of zij eigenlijk naar verlangde in de situatie. Dus meer de emotionele basisbehoeften. En het dagboek, de eerste dagboek, want we hebben er twee in deze module. Het schematherapiedagboek wordt automatisch na deze sessie geactiveerd. Dus als de cliënt op verzenden heeft geklikt, dan... Komt er een app, hè? Ja, dan kan je hem in de app bekijken. Je kan hem ook in de platform bekijken. Dus hier staat er wat meer informatie over hoe ze aan het MindDistrict app kunnen komen. En als ze dat niet willen, dan kunnen ze gewoon in het platform het beantwoorden. Maar het is hartstikke fijn om het ook in de app te hebben. Ik zal het zo eventjes laten zien als we het hebben over de tweede dagboek. Ik heb een vraagje. Ja. Alleen deze staat hier in de module, die uitgebreide. Er staan er twee in de app. Ja. En die tweede staat niet in dit programma, in deze module? Hij wordt wel aangestipt bij in de sessie over cognitieve technieken. Kun je hem ook invullen? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk even niet uit mijn hoofd. Okay. Die hebben we op het laatste toegevoegd, want de schematherapie verdieping dagboek, waar we het zo over gaan hebben, dat was een laatste toevoeging uit onze slotmeeting. Ja. Dus daar moeten we zo heel even naar kijken. Okay. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Hij wordt in ieder geval wel uitgelegd, zeg maar, en ook weer met toelichting over hoe ze het kunnen invullen. Maar ik ben benieuwd of we hebben voor gekozen om het... Maar ja, als de cliënt hier op versturen klikt, dan staat het dagboek automatisch klaar. En dat brengt ons op de laatste paar sessies. Sessies 8, 9 en 10. En die gaan over de verschillende soorten technieken. Dus de experientiële technieken, cognitieve technieken en gedragstechnieken. En het doel van deze sessie is kennis opdoen over en ook openstaan voor de verschillende technieken. Dat is opgedeeld in 3 sessies. En de laatste 2 sessies over cognitieve technieken en gedragstechnieken zijn echt heel kort. Die dienen ook slechts om een beeld te geven van wat die technieken inhouden. Dus psycho-educatie, wat toelichting van hulpverleners en onze ervaringsdeskundigen. Voor nu wil ik me echt even focussen op onze experientiële technieken sessie. Ja. Dat is ook degene waar we veel aandacht aan hebben besteed en die erg uitgebreid is geworden. Hierin wordt er psycho-educatie gegeven over imaginatieoefeningen, rollenspellen en de meerstoelentechniek. Hier zie je weer inderdaad onze ervaringsdeskundigen die iets vertellen. En ik denk, het mooiste om nu even bij stil te staan is de behandeltechniekfilmpjes die we hier hebben ontwikkeld. Ik zal weer hier heel even op play drukken, zodat jullie het kunnen zien gebeuren. Het geluid uit. Dit is echt een belangrijk... Ja, het is toch allemaal belangrijk. Het is allemaal belangrijk. Wat onze ervaring ook is dat als cliënten niet in staat zijn of niet bereid zijn om bij hun kwetsbare kindstuk te komen, dat dan een vervolg van de therapie ook eigenlijk niet zo zinvol is. Mm. Dus ze kunnen op deze manier, door deze filmpjes te bekijken, kunnen ze daar alvast kennis mee maken. Dat ze weten dat het een belangrijk onderdeel is. En ook een beetje van, goh, wat gaat er dan gebeuren? Ja. Want het is mooi dat de hulpverlener ook af en toe er weer even uitstapt. Dat je die dan weer even... Dat die wat uitleg geeft over waarom ze iets zegt of iets doet. Ja, want we zien hier toelichting. We zien hier nu een beeld inderdaad. Dagmar, dus een hulpverlener bij Lentis en een acteur. Dus de enige acteur in deze module die een cliënt nadoet. Ja. En wat jij bedoelt is inderdaad, ik weet niet of we dat nu gaan zien. Maar je ziet even weer Dagmar gewoon alleen in beeld en dan geeft ze wat toelichting. Ja, dan geeft ze aan en legt ze uit wat ze doet en waarom ze dat doet. En ik kan me voorstellen als cliënt dat als je hier naar kijkt, dat je ook, ook een beetje een beeld kunt vormen van goh, hoe ziet het eruit? Dus het maakt misschien wat minder angstig. Ja. En ook dat het ook, dat ook eigenlijk de boodschap is van het is een heel belangrijk onderdeel. Precies, ja. Dus mensen kunnen vast daar kennis mee maken. Ja en wat wij dus heel erg hoorden zeg maar, aan het begin toen we met cliënten in gesprek gingen, is dat ze achteraf zeggen ze allemaal, wauw, deze technieken betekenden zoveel voor me. En ik leerde mezelf echt kennen en ik kwam... Ja, dat ze het heel waardevol vonden. Ja, maar dat bijna iedereen aan het begin dacht, gadverlee. Oh, eng. Ja, heel eng. En, maar ik snap dat helemaal niet en ik vind dat gek of raar. En wij dachten wel van als iedereen achteraf zo ontzettend positief wordt, waarschijnlijk niet iedereen, maar een groot deel veel van de cliënten. Ja. Dan is het toch jammer als je met een slecht gevoel aan begint. Ja. Dus dat was ook het idee achter deze sessie en deze filmpjes.
hoe kunnen we de cliënt op zo'n manier, zeg maar, dat ze toch wat meer vertrouwd erbij raken. Ja. En ik vind het ook heel mooi wat jij zegt, dat ja, ze moeten bij het kwetsbare kind kunnen komen. Ja. Dus dat hopelijk hiermee, dat ze toch wat meer voor openstaan om dat gevoel toe te laten. Dus jullie zien hier, oh nou kijk, daar is Dagmar Geldma even in beeld. Ja, en daar gaf ze dus even toelichting. Ik zei al aan het begin van, toen ik het over ons mindset ontwikkelproces hadden, dat we continu doorontwikkelen. Dus dat we elke keer weer het rondje ingaan van het intervention mapping proces. En de behandeltechniek filmpjes zijn ook een voorbeeld van iets wat we graag willen evalueren. En waarvan we heel benieuwd zijn ook naar jullie input. Van wat vinden jullie als hulpverlener en ook wat vinden de cliënten daarvan? Is het juist prettig dat je een heel imaginatie kunt zien? We hebben ook een meer stoelentechniek voorbeeld, dus die staat op de volgende pagina. We zijn heel benieuwd inderdaad hoe dat is en willen we graag evalueren om toch ook met de sterkste variant verder te kunnen. Dus alle input is zeker welkom. Dan gaan we nu heel eventjes terug naar, even kijken, onze PowerPoint. Ik ben benieuwd of jullie alles zien. Even kijken. Nu de laatste even. Ja, dit moet ik alleen nog heel even aankijken. Kijken of dit werkt. Nee, ik ben eventjes niet helemaal soepel bezig. Hoe krijg ik dit groot? Help. Help. Er komt een hand. Oh, wat? Huh? Ik heb iets heel knaps gedaan. Nee, maar het is goed. Het is goed. Goed genoeg. Hij is goed genoeg. Mooi, nou kijk, zijn we er toch nog uitgekomen. Dan gaan we door met onze mooie presentatie. We hadden het net al over een van de dagboeken, namelijk de schematherapie dagboek. Maar daarnaast is er ook een schematherapie verdieping dagboek. En even kijken, dit is in de app. Ik weet niet of jullie het in beeld kunnen zien, maar dan kan de cliënt kiezen uit beide dagboeken. En het verdiepingdagboek gaat wat verder. Dus dezelfde inventariserende vragen als die we net behandelden in de triggersessie. Maar gaat daarnaast ook erg in op het uitdagen van de actieve schema-modus. Ja, en ook om te kijken van goh, wat is eventueel het aandeel van de ander? Ja, precies. He, dat kom ik vaak tegen, dat mensen met bijvoorbeeld een hele grote schuldinducerende oude modus, dat die heel snel geneigd zijn te denken dat alles door hun komt. Dat zij alles hebben, ze hebben alles fout gedaan. Ja. En juist het onderzoeken van wat is het aandeel van de ander, gewoon een hele gezonde gedachtegang is. Om daar ook eens op bij stil te staan en dat te ontwikkelen. Ja, wat was het aandeel van de ander? Wat deed hij of zij misschien in de situatie? En welk deel van de reactie is terecht? Ja. En wat is een overreactie? Ja. Want het kan best wel zijn dat iemand, dat misschien het bang zijn terecht is, maar de mate waarin dat een overreactie is. Ja. Dus leert de cliënt ook heel erg van, goh, wat is normaal? Ja, precies. Ja. En dit is ook iets waarvan zeker de cliënt kan het blijven invullen in het platform, maar waarom het nog fijner is om het toch... Ja, we hebben bijna allemaal toch wel dagelijks onze mobieltjes dichtbij. Omdat je het ook in het moment eventjes kunt bekijken van oké, wat gebeurt er nu precies? En wat doet de ander en wat doe ik? En misschien niet letterlijk tijdens het gesprek met de ander, maar iets daarna. Ja. En er is ook een vraag waarin de cliënt meer kan stilstaan van wat had hij of zij anders kunnen doen om aan de emotionele waasbehoefte te voldoen? Dus dat is het tweede schematherapie dagboek. En deze wordt automatisch geactiveerd na de cognitieve technieken sessie. Dus we hadden het net over. We zo even gaan kijken of daar ook de vragen op een rij staan. Ik weet eigenlijk bijna zeker van wel. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Dus moet gaat eens checken. Als hulpverlener kun je natuurlijk veel eerder de module of de dagboek inzetten. Dus als je hem al eerder voor je cliënt activeert, dan kunnen ze er al eerder mee aan de slag. En anders dan krijgen ze het automatisch na de cognitieve technieken sessie. Dat brengt ons eigenlijk op onze laatste slide over implementatie. En dit is ook het moment waarop we kunnen beginnen met meer vragen beantwoorden. Ik heb hier nog eentje liggen alvast. Maar dan wil ik eerst eigenlijk aan jou vragen, hoe ben jij van plan om de module in te zetten? En om in te schatten voor welke cliënt het geschikt is? Nou ja, in ieder geval voor de cliënten die schematherapie geïndiceerd hebben gekregen. Dat is goede eerste check. Ja, en ik denk dat het... ik heb er net ook even over nagedacht, want we hadden er net ook al even over. Het is natuurlijk zo... Het is zo'n goede ondersteuning. Het is ook zo... Ja, zulke belangrijke onderdelen die hierin behandeld worden.
waarvan ik echt nogmaals die casusconceptualisatie heel mooi vind, dat die er zo uitrolt, laten we zeggen. Ja. En dat is natuurlijk ook gewoon een standaard onderdeel bij schematherapie. En dat mensen ook op hun eigen tempo dit kunnen bekijken allemaal, dat vind ik een enorme kracht. Ja. Dus ik denk dat eigenlijk dat wij, iedereen die met schematherapie start, dat dit gewoon een hele mooie aanvulling is. Ja, fijn. Nou, ik heb hier al één vraag staan, die wilde ik eigenlijk bij de experientiële technieken sessie beantwoorden, maar die was ik toch vergeten. Tim vraagt, hoe heb je als therapeut in de experientiële middenfase toch vrijheid om stoelentechniek ofwel imaginaire skipping of rollenspel toe te passen? Maar dat heb je natuurlijk altijd. Ja. Want dat kun je toch gewoon in je eigen sessie doen. Want de stoelentechniek die hier wordt gedaan is ook iets anders hoe ik hem doe. Maar dat maakt niet zozeer uit. Het doel is eigenlijk dat cliënten zien een beetje wat gebeurt er dan. Ja. Dus ik denk, ik denk dat je dat gewoon helemaal zelf kunt invullen en zelf bepaald als therapeut. Ja, die vrijheid heb je natuurlijk gewoon. Zeker, die blijft. Ja. En ik denk, mocht jij dus als therapeut eerder aan de slag gaan met experientiële technieken en dat ze naar voren willen schuiven, dan is daar dus de mogelijkheid toe. Dan kun je de sessie op een andere plek inzetten. Maar ik denk wel dat over het algemeen wil je ook eerst de casusconceptualisatie, diagnostische imaginatie. Ik zou vertellen dat wij zelfs bij de pre-treatment mensen al kennis laten maken met korte imaginaties. Okay. Zodat ze ook ervaren en kunnen merken van wat schematherapie eigenlijk inhoudt. Ja. Dus dat ze dat ook wel in kort meemaken. Ja. En dat is natuurlijk gewoon aan de therapeut om dat zelf in te vullen. Ja. Mooi. En heb jij nu al vragen die jij eigenlijk tijdens de evaluatie beantwoord wil hebben? Want we gaan nu dan de zomer in. En hopen dan aan het eind van de zomer, of gaan aan het eind van de zomer ergens beginnen met de evaluatie. Zijn er dingen waarvan jij nu al afvraagt van, hoe kan dat eventueel anders? Of wat gaan cliënten daarvan vinden? Ik vind het nog moeilijk in te schatten. Dat hangt ook vanaf hoe je het inzet als therapeut. Dat is nog wel heel bepalend. En dat moet ook een beetje maatwerk zijn, denk ik. Ik denk ook dat het heel anders zal zijn binnen een groepsbehandeling dan binnen een individuele therapie. We hadden het ook al eventjes over gehad, wat ik wel al nu al een beetje inschat van, er wordt natuurlijk binnen de module, als je kijkt over modi, doe ik wel iets gezegd bijvoorbeeld over de gezonde volwassenen. Ja. Nou, dat vind ik zelf een hele belangrijke modus. Dus misschien dat daar dat nog iets meer uitgebreid zou kunnen worden. Maar ik denk dat dat wel als feedback terugkomt dan. Ja, als cliënt. Door de therapeut. Dus mogelijk dan toch wat meer aandacht voor de gezonde volwassenen. Dat is wat ik nu zo kan bedenken. Ja. Volgens mij hebben we ook tijdens ons slotgesprek het ook iets gehad over oefeningen om de gezonde volwassenen te versterken. Dus, Ja, en ik denk vooral ook een stukje psycho-educatie. Hè? Dus niet, zoals ik heb, oefeningen zijn natuurlijk heel belangrijk. Maar ook van, wat is nou een gezonde volwassene? Ja. Mijn ervaring is dat ik dan altijd een heel extreme uitleg. Hè? Dus altijd gelukkig en doe ik het altijd goed. Hè? Dus daar een stukje psycho-educatie over is ook wel erg belangrijk. Dus ik denk dat dat ook op een hele simpele manier, ik hoop dat het dus ook wel grotendeels bij de gezonde volwassenen in de modussessie is ondervangen. Dat als de cliënt daar psycho-educatie over leest. Maar dat het dus ook juist het feit dat er een zin in kan over van, veel mensen overschatten de gezonde volwassenen. Ja. Vragen veel te veel van de gezonde volwassenen en dat hoeft niet. En zijn er dingen waar je hulpverleners, dus mogelijk zitten er nu ook mensen te kijken die binnenkort met de module aan de slag willen. En zijn er dingen die jij aanraadt voor hen om op te letten of... Ik denk vooral ook natuurlijk, maar het is ook wel logisch, ook om te kijken hoe mensen met die module omgaan. Hebben ze in één avond of 4, 5 sessies gemaakt? Ja. Of beginnen ze er maar niet aan? Dat zegt natuurlijk ook wel heel veel. Ik denk dat dat ook wel heel veel extra informatie geeft. Ja, dus dat je daar eigenlijk ook wat uit kan halen, zeg maar, wat achtergrondinformatie als hulpverlener. Ja. Ja. Dat is ook wel een goede vraag. Ik denk dat jij gaf net ook al aan toen we het een beetje aan het voorbespreken waren, dat jij toch wel heel erg denkt van je moet ook echt
kijken wat bij de cliënt past. En je schat wel in dat de module voor veel mensen die mm-hmm. schematherapie geïnitieerd zijn kunnen gebruiken. Maar zou je een casus kunnen schetsen waarvan je denkt van, nou, dat een cliënt die op die manier binnenkomt, zou ik op die manier door de module heen leiden? Of is het, denk je echt dat je er gewoon de module aanzet en verder niet... Ja, kijk, hij is natuurlijk zo basis. Kijk, mensen beginnen natuurlijk toch met eerst eens aan te vinken welke schema's bij hun of welke modi bij hun hoog zijn. Ja. En dat ze daar wat meer over gaan lezen. En dat ze wat meer in kaart brengen hoe dat allemaal ontstaan is. En dat is eigenlijk wel heel basic. Ja. Dus ja, ik denk dat je daar toch wel doorheen moet. En dat hoeft natuurlijk niet per se altijd maar te volgen. He, dus de volgorde die hier in de mindstick moet je natuurlijk zelf ook bepalen. Ja. Maar ja, dat kun je natuurlijk ook zelf aangeven dan. Maar de eerste sessies zijn gewoon heel belangrijk. Dat is natuurlijk gewoon het begin altijd van schematherapie. Ja, en zijn er mensen die je nu al in therapie hebt waarvan je denkt van, nou, die hebben dat beginfase wel al gehad, maar daar wil ik bijvoorbeeld de experimentele technieken sessie los voor aanzetten of los het dagboek? Ja, nou, dat zou dan meer zijn dat ze er kennis mee maken. He, maar ik vind dat ook in het begin wel van belang is, dat mensen als ze beginnen met een therapie, dat ze ook wel weten dat het een onderdeel, een belangrijk onderdeel is en hoe dat er dan uitziet. Ja, gewoon als kennismaking, dus dat experientiële. Ja. Bij mij is het wisselend, wat ik ook hier ook individueel doe. Bij sommigen ben ik wat meer bezig met die cognitieve onderdelen, bij een ander echt wat meer met stoelentechnieken, dus wat meer wat er ook gebeurt. Ja. Dus dat is dan bepaald. Dat is eigenlijk het maatwerk dat je toepast. Ja. Dus dan zou je inderdaad ook kijken van, nou, we hebben dus 10 sessies, maar dat bij sommige cliënten denken van, nou, deze vind ik het belangrijkste voor nu. Of ja, of dat je er wat langer bij stilstaat of daar wat meer aandacht aan besteedt. Ja. Ja, mooi. Nou, we hebben ondertussen ook nog wat meer vragen van de mensen die kijken. Dus een vraag van Anneke is deze module ook toepasbaar voor jongeren? Ja, nou die vraag die kwam maandag ook, hoorde ik. En toen werd zelfs, geloof ik, over jeugdigen gesproken, over 16-jarigen. Ja, nou ja. Jongeren, we hebben bij de GGZ natuurlijk over jongvolwassenen, dat is 18 plus. Hè, maar ja. Het hangt een beetje van hun levensfase af, hè, wonen ze thuis of zijn ze zelfstandig. En toen was ook eigenlijk al de respons van, goh, het hangt er ook een beetje, ja... De ervaringsdeskundigen, die zijn natuurlijk toch ietsje ouder. Ja, en die hebben het natuurlijk over hele andere ervaringen. Ja, hoe ze in levensfase. Dus die aansluiting zal niet zo één op één. Maar als je toekijkt over uitleg over de modi en uitleg over de schema's. Ik denk dat dat heel goed toepasbaar is. Ja, want de manier waarop de module is geschreven is in ieder geval wel, we hopen dat we echt een heel breed doelgroep kunnen bereiken. Ja. Het is ook gewoon op een manier geschreven, heel cliëntgericht en ook juist om hopelijk heel veel verschillende mensen aan te spreken. Maar er is ook elke keer ook een vakje dat cliënten kunnen aanvullen van hoe het voor hun is. Ja. Dus daar zouden ze ook wat extra informatie kunnen noteren. En ik denk onze jongste ervaringsdeskundige was mid 20, geloof ik. Dus ik denk dat voor sommige mensen dan, als je dan 18 bent, dat het dan toch net een andere belevingswereld is. Maar het hangt ook een beetje van de levensfase. Precies, als je 18 bent en inderdaad nog net op de middelbare school zit bijvoorbeeld, dan is het veel fijner natuurlijk om een filmpje te bekijken. Dan met een kind Dus ik denk wel dat de module toepasbaar is voor jongeren, maar dat, dat het misschien wel ooit een toevoeging kan zijn om nog bijvoorbeeld een iets jongere persoon ook een vierde ervaringsdeskundige toe te voegen. Ja. Maar qua teksten en qua oefeningen denk ik dat je als hulpverlener toch moet inschatten van waar staat deze persoon nu, wat kan hij of zij. Ja. Mooie vraag allemaal. Ja, zeker. Marianne vraagt, hoe zien jullie deze module voor de forensische doelgroep? Bijvoorbeeld gelet op extrinsieke motivatie en intelligentieniveau. Nou ja, intelligentieniveau is natuurlijk sowieso van belang, want het is best complex. Het is natuurlijk heel talig. Het is een enorme talige therapie. Dus daar checken wij ook altijd op. Hè. Beneden de 80 verbaal wordt het erg ingewikkeld. Ja, dat geldt voor altijd voor schematherapie. En die motivatie is natuurlijk lastig om dan bijvoorbeeld dan toch bij dat kwetsbare kind te komen. Als mensen niet echt intrinsiek gemotiveerd zijn, dat is natuurlijk best heel angstig. Yeah. Vooral ook in de forensisch, die natuurlijk nogal een overcompenserende copingmodus ontwikkelt. Een beetje stoer. Yeah.
Ja, ik denk wel dat als mensen, of als cliënten horen, ook van die ervaringsdeskundigen van wat het ze heeft opgeleverd, dat dat misschien een stimulans kan zijn om daar toch wel mee in de slag te gaan. Ja. Maar ik heb er zelf geen ervaring mee, dus ik kan er zelf ook niet zoveel over zeggen. Wat ik nu vertel is meer wat ik dan wat je erbij denkt. Ja. Ja, ik denk wel dat wat de meerwaarde kan zijn van dit online aanbieden, is dat iemand toch wel zeg maar, op zijn of haar eigen tijd er kennis mee kan maken. Ja. Ik denk wat jij noemt over de filmpjes, die zijn ook echt, ja, we hadden echt geluk met prachtige verhalen, maar ons idee bij Mind is ook dat die filmpjes ervoor zijn om toch een wat warmer gevoel erbij te geven. Om echt, dat het is niet alleen tekst inderdaad, het zijn mensen die hun verhaal delen en dat je daardoor ook hopelijk intrinsiek gemotiveerd wordt om zelf aan de slag te gaan. Want het zijn echte mensen en echte verhalen, echte ervaringen met schematherapie. Dus ik denk dat dat wel wat extrinsieke motivatie, want het wordt je opgelegd en je zit in de forensische sector en het moet. Dat je wel, doordat je het zelf online doet, toch meer jouw eigen ding wordt. En je zelf kan beslissen of en wanneer je de oefeningen doet. Natuurlijk heb je dan een hulpverlener achter die je wel ziet inderdaad als je het niet doet. Maar ik denk dat dat wel een meerwaarde kan zijn van eerst de module klaarzetten. Maar ik kan me herinneren dat ook de uitleg van de ervaringsdeskundige over de overcompenserende copingmodus en het woedende kind, dat ook wel, of misschien ook wel passend is bij mensen, of ook herkenbaar is bij mensen in deze setting. Ja. Dat heb ik ook wel heel mooi gedaan. Inderdaad, een van de ervaringsdeskundigen beschreef heel erg het boze of het woedende kind. Ja. En dat is wel inderdaad een modus die toch wel waarschijnlijk herkenbaar zal zijn bij veel mensen in de forensische hoek. We hebben een andere vraag van Henk. Hoe stem je modules, dus de online sessies, af met face-to-face sessies? En wat is de frequentie? Dat is ook een mooie vraag. Ja, nou kijk, het is natuurlijk erg belangrijk. Het is natuurlijk het allerbelangrijkste om mensen face-to-face te zien. Het is natuurlijk louter een ondersteuning, een goede ondersteuning, maar dat is het wel. En ik denk dat het een beetje vanaf hangt in welke fase je zit. Als je natuurlijk meer aan het eind komt, dan je bent wat meer met oefeningen bezig, dan je dan de cliënt wat vaker ook face-to-face zult zien. In die beginfase, als het wat meer lezen is en psycho-educatie en dingen invullen, zo'n casusconceptualisatie, iemand kan het alleen, dan kan iemand dat misschien wat meer thuis doen. Maar ik denk ook dat ook dat maatwerk is en die ruimte zit erin. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Ja, ik denk ook, het verschilt ook een beetje per instelling en ook per groep of per individuele cliënt, hoeveel sessies er precies, zeg maar, en op welke mate en wat er wanneer behandeld wordt. En ik denk dat je zelf kunt kijken van hoe past de module bij, want we gaan wel heel mooi die fases door. Maar je kan zelf als hulpverlener beslissen van oké, nu zet ik 2 sessies in en nu wacht ik weer een week, want nu gaan we face-to-face hiermee aan de slag. Ja. Dat is natuurlijk meer in individuele behandeling, in een groepsbehandeling, dat is natuurlijk allemaal al, dat staat allemaal al opgepland. Dat is waar, ja. Ja, en ook daarbij hoop ik wel dat het dus, dan kan je dus eigenlijk van tevoren precies kijken van oké, bij dit onderwerp horen deze sessies en dat je het op die manier van tevoren dus ook al bekijkt. Dus ik denk niet dat we echt een 1 antwoord kunnen geven, dat er een vaste frequentie is wat het beste is, maar juist dat je dat heel erg kan toepassen op je groep of op je individuele cliënt. Ja. Dan hebben we hier een vraag van Theo. In hoeverre geven jullie in modules, als de behandelaar feedback kan geven, tips over de feedback? Gelet op het schema van de cliënt. Dus wordt de hulpverlener geholpen bij het geven van feedback? Dat weet ik niet. Dat weet ik wel. Daar hebben we in deze module voor gekozen om dat niet te doen. Omdat zeker bij schematherapie het zulke... Er zijn wel inderdaad aanwijzingen die je kunt geven. Bij deze schema geldt dit of dat ongeveer. Maar juist ook omdat die schema's samen en de modi samen. En dan heb je ook nog de copingstijlen die bepalen hoe een cliënt... dat er eigenlijk bijna geen generieke antwoorden waren, of dat wij die in ieder geval niet wilden meegeven. Ook omdat we dus echt willen dat deze module wordt ingezet door mensen die goed getraind zijn. Dat wou ik net zeggen. Je moet gewoon schematherapeut zijn en dan weet je wel wat je respons moet zijn. Ja. Dus ik denk wel van dit is misschien een interessante vraag om mee te nemen bij de evaluatie. Van is het toch fijn om als hulpverlener, ook als je getraind bent inderdaad en expertise hebt, toch een raamwerk te krijgen in de feedback tips van ongeveer. Dat is iets wat we zeker kunnen meenemen na de zomer. Maar voor nu was het een bewuste keuze om dat niet te doen. Nee, snap ik wel. Ja. Nou, we zijn nu eventjes door onze vragen heen. Ik zit ook een beetje naar de tijd te kijken. Nog een paar minuten. Ja, als er geen vragen meer zijn, dan gaan we afronden. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een interessante rondleiding vonden.
Jij ook heel erg bedankt, Marion, voor al je toelichting en aanvulling. Graag gedaan. Wij hopen natuurlijk heel erg dat er nu begonnen wordt met schematherapie toepassen. We hebben al aan de hand van de webinar maandag veel enthousiaste reacties gehad. Als je een eigen kleine praktijk hebt, dan kun je onze service desk mailen om te vragen naar de module. En anders kun je contact opnemen met jouw projectleider binnen je instelling, projectleider e-health, om wat meer erover te weten te komen. Maar voor nu hartstikke bedankt voor jullie aandacht. Ik ga proberen deze webinar af te ronden. En wie weet tot een volgende webinar, tot de volgende keer. Dag. Dag.